Welkom bij Horizon Live op deze donderdag 5 september. We zijn vanuit de studio in Marezen. En naast mij staat Noud van Leeuwen. Hoi. Hi Noud. Dag Diana. Goedemiddag. Hallo, hallo. Leuk dat je er bent. Nou, dat is fijn. Ik hoorde dat jij per 1 september de nieuwe sociaal makelaar bent van Budel en Gastel. Kijk. Ja, hè? Ja, klopt. En je bent de opvolger van... Willemien. Oh ja. Willemien ja. Zaaien. Ja, zeker. Ja. Hey Noud, ik ben zelf heel benieuwd. Wat doet een sociaal makelaar? Ja. Nou, dat is al meteen, dan komen we meteen al to the point, zeg maar. Ja. Om het zo te zeggen, ja, de sociaal makelaar, wij zeggen altijd, wij hebben daar 3 kernwoorden voor. Verbinden, bewegen en enthousiasmeren. Maar het begint vooral bij het verbinden. Ja. Dus de sociaal makelaar gaat op zoek naar, naar een stukje hulp als het gaat over eenzaamheid. Hoe ga je daarmee om? Dat is ergens een beetje de kern waar we ooit voor gezegd hebben van, nou, als we daar eens beginnen, dan hebben we daar een goed... Dan raken we meteen al de kern, denk ik. En daar ontstaat van alles uit. Je kunt daar heel breed zien. Er zijn mensen die hebben een individuele hulpvraag op basis van het feit dat ze een partner verloren hebben. Dat ze even wat moeite hebben om zich overeind te houden in de maatschappij. Mm. En nou, daar gaan wij, proberen we iets in te betekenen. Proberen we te verbinden. Ja. En dat kun je dan, ja, dat kun je vanuit allerlei hoeken zijn. Mensen die een simpele vraag hebben van, goh, ik heb weer zin om een potje te kaarten ergens. Ik had vroeger een leuk kaartclubje. Dat mis ik nu. Ik weet zelf niet goed waar ik moet beginnen. Kun je me helpen? Ja. En dan, ja, dan leggen wij die verbinding. Ja, dan proberen wij een kaart te krijgen van waar dat weer zou kunnen. Maar dat is maar een voorbeeld. Ja, dat wil ik zeggen. Dat is natuurlijk een simpel voorbeeld. Ja. Er zijn ook ingewikkelde zaken die ook bij jullie terechtkomen. Ja, nou ja. En kijk, ingewikkeldheid. Iedere zaak, zeggen we maar, kent zijn eigen dynamiek. Ja. En kent zijn eigen belangrijkheid. Zo moet je het ook zien. Ja. Maar je kunt ook denken dat er zaken zijn die we groter, breder oppakken. Ja. We hebben binnenkort de week tegen de eenzaamheid, die wordt landelijk ingezet. En we hebben als sociaal makelaars nou gezegd van, nou goed, dat is nou zo'n mooi landelijk thema waarvan we zeggen, die kunnen we kranend ook breed inzetten om mensen wat op meer manieren te raken. Ja. Via verenigingen, via acties die al lopen, via projecten die al geïnitieerd zijn. Dus daar gaan we ook naar op zoek, om dat bereik wat groter te maken. Ja. Maar het blijft natuurlijk wel, het is ook wel een heel kwetsbaar onderwerp, zeg ik altijd maar. Mm-hmm. Want je moet mensen, het is natuurlijk toch, eenzaamheid is niet iets ook waar je makkelijk iets over roept of iets van vindt of iets van zegt. En, maar dat is wel ergens de kern van waar we naar op zoek zijn en waar we graag bij willen ondersteunen. Ja, want mijn gevoel is altijd een beetje van, het gaat om oudere mensen die eenzaam zijn. Mm-hmm. Maar hoeft niet, hè? Nee, integendeel zelfs. Dat is ook goed tijd even aanhaalt. Want je ziet ook op dit moment op social media heel veel beweging van, van jongeren die zeggen van, ja, hallo, wacht even, vergeet ons niet. Ja. En dus ook in de middenleeftijd en in de jongere leeftijd, daar kom ik ook tegen. Ja, want ik kan me voorstellen als je een paar jaar 's avonds op je kamertje hebt zitten gamen. Nou ja, precies. Dat je daar zomaar niet ineens weer tussen komt. Nee, exact het praktische voorbeeld wat jij zegt. Hè. Ja. De jeugd wordt opgevoed met de social media, met het gamen. En ja, wij zijn van de generatie die vroeger de bal pakte en de bossen in ging of ging voetballen. Belletje trekken en dat soort flauwekul allemaal. Normale dingen voor ons. Ja, maar dan kwam je wel met elkaar in contact en die gamewereld is leuk. Goed, ook dat nogmaals, het is een cliché. Maar als je daar dan uit wil en je denkt van ik zoek toch wat meer rijkdom en wat meer beweging. Ja, dan moet je toch weer de straat op. Ja, dan moet je even aan wennen. Ja. Ja, en gelukkig hebben we er ook, want wat we zeker ook doen, we werken ook veel samen met organisaties die er al zijn. Pak nou de jongere groep. We hebben hier natuurlijk Kordaat Welzijn, waarin we jongere werkers hebben. En daarvan zeggen we ook, kijk, dat hele pakket willen we ook aan elkaar verbinden als sociaal makelaar. Ja. Dan we zeggen, waar kunnen we nu welk op het juiste moment, op het goede moment, welk al bestaand hulporgaan inzetten om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. Dus dat is vooral ons ding, vandaar dat verbinden. Dat komt iedere keer weer terug. Ja. En we proberen ook kleinschalig dingetjes. We hebben ook onze vrijwilligersdienst onder leiding van ook wel de Kordaat-familie, Karin van Hoef. Oh, ja. Daar zitten vrijwilligers in die zich melden voor kleine klusjes. Ja. Dat je doet ooit oproepen, maar ook daar gaan wij in het veld, komen we dingen tegen die we ook van zeggen van, hé, daar zou daar ook al mee geholpen zijn. Dus ook die verbinding gaan we willen. Ja, dan wordt het heel breed en dan kun je echt gespecialiseerd aandacht bieden aan diegene die wat nodig heeft. Ja, er zit er nog één onderwerp in en dat is ook wel een dingetje waar we ooit van gezegd hebben. Van, nou, het zou natuurlijk heel mooi zijn als we dat voor elkaar krijgen. Dat is het preventieve karakter. Wij doen met z'n allen tegenwoordig een heel groot beroep op de zorg. Ja. Vooral op de specialistische zorg, zoals je misschien. Het is ook geen geheim dat elke gemeente worstelt met van, waar haal ik mijn eurotjes vandaan om al die specialistische zorg te kunnen betalen. En waar wij nu heel heilig in geloven is dat we zeggen, als we nu preventief aan de voorkant weer eens inzetten op het welzijn van mensen. Ja. En dat kunnen we met elkaar realiseren. Hè, dat stukje gezelschap, dat stukje... aandacht voor elkaar. Ja, precies. Ja. Dan kun je misschien ook weer in het verlengde daarvan die specialistische zorg
een beetje voorkomen. Ja. En dat kan al heel kleinschalig beginnen. Hè. We hebben weer mensen die tijdelijk, bij wijze van spreken, die een operatie hebben gehad in het ziekenhuis. Mm. Hè. Dan heb je vaak, in het huidige systeem denk je dan vaak, oh, ik kom thuis, ik bel de gemeente. Hè, er ja. komt wel iemand een huishoudelijke hulp. Ja. Wat wij nu ook willen proberen, is weer een beetje beweging in die buurt te krijgen. Ja. Dus zeggen van, hey, Jan die komt volgende week terug uit het ziekenhuis. Kunnen we niet? Och, hè, ja. Als, kunnen we niet als buurt even dat paar weken oplossen? Ja, precies. En nogmaals, het klinkt romantisch, maar dat is ook weer terug naar dat samen idee. Ja. Maar dat is wel een belangrijke stap die wij ook willen maken om toch ook dat, ja, een beetje dat preventieve karakter. Ja, want de maatschappij is natuurlijk de laatste jaren wel wat verhard. Dus het sociale terugbrengen is best wel even een dingetje, hè? Ja, en we moeten het ook niet groter maken, zeg ik altijd. Het is het verhard. En dan denk ik dat je bedoelt inderdaad, iedereen is toch wel een beetje met zichzelf bezig. Nou, ik merk bijvoorbeeld op straat als je iemand hallo zegt. Ja. De helft van de mensen kijkt niet eens en zegt niks terug. Ja. Nou, voor mijn gevoel was het 10 jaar geleden een stuk minder. Ja, klopt. Ja. Ik weet niet of het dan inderdaad, het zal ook geen bewuste keuze zijn, nee. denk ik altijd van de mensen. Maar het wordt er nu eenmaal zo, je brengt het erin. Dat het ja. is niet meer vanzelfsprekend dat je hallo, hoi en een extra praatje maakt. Ja, want ik zie dan ook als er iemand onderuit gaat, de helft van de mensen kijkt niet eens en loopt gewoon door. En dan denk ik van, dat kun je toch niet maken? Nee, op schoot niet. Nee. Alleen op schoot niet. Nee. Okay. Dat is onzin. Maar ik snap wel wat je... Ja, dus het sociale aspect is wel is goed als het een beetje terugkomt. Ja, nou ja, alleen maar mee bewust zijn. We moeten ook niet elkaar weer gaan opleggen van, oh je moet eens wat meer naar. Het moet weer een beetje meer... Gewoon worden. Ja. Wij willen daar een bijdrage aan leveren. Ja. Dat wel nog steeds de kern is waar het om gaat. Ja, ja leuk. Hey Nout, jij bent geen vreemde voor Budel Schoot. Nou ja, als je 59 jaar bent, dan, ja, dan doe je wat dingetjes. Ja, precies. En misschien, ik mag nog trainer zijn met voetballen. Ja. Mag af en toe ook nog liedjes zingen. En vandaag doen we ook nog steeds. Leuk. We met carnaval, maar nu doen we het ook vaak voor ouderen in seniorenhuizen. Leuk. En dat is vaak ook nog leuk nu te combineren met mijn nieuwe, met mijn nieuwe baan. Ja. Ja, zeker. En met carnaval... Doe je nooit iets natuurlijk? Nee, we hebben geen tijd. Sterker nog, we beginnen weer bijna. Ik kreeg van de week alweer een appje. 23 september is alweer vergadering. Ja. Goed, we zitten ook in de carnavalsclub. Ja. Maar ook dat is zoiets. Kijk, ik ben dit ook gaan doen, het sociaal makelaarschap. Ik heb het mogen doen. Ik ben blij dat ik het mag doen. Omdat ik juist ook dat carnaval, dat voetballen... Ja, daar zit daar ook allemaal in. Het met elkaar, dingen, zeker. En ja. Je kunt alleen ergens ongelooflijk van genieten. Maar ik merk ook dat je, als je met meer mensen van kunt genieten... Is het nog leuker. Ja, zeker. En daar kun je dan ook weer later over praten en, en delen. Ja. En dus we doen ook nog wat bij elkaar. Ja, zeker. Ja. Hey Nout, ik kan me voorstellen dat er nou mensen zitten te kijken. Die bij zichzelf denken van, goh ja... Ik zou misschien toch ook wel eens een keer iets willen vragen. Nout, hoe ben je dan te bereiken? Nou ja, je kunt sowieso, dat is het makkelijkste, zeg ik altijd, naar de site van gemeente Kranendonk. Okay. Daar staan onze contactgegevens. Maar als het makkelijk is, kan ik nu ook mijn telefoonnummer noemen of via mail. Dat is nog, telefoonnummer zou ik nog sowieso noemen. Goed. 06. En waar is mijn telefoonnummer eigenlijk? Want dat heb ik pas. Dus dat is wel een hele goeie. Wat zeg je? We zetten het telefoonnummer onder in beeld. Nout moet nog wennen aan zijn nummer. Ja, dat is wel een goeie. En we hebben een e-mailadres? E-mailadres is sociaalmakelaar-budel@kranendonk.nl. Dat heb ik wel. En dan kleine, grote vragen, gewoon iets informeren. Het is natuurlijk altijd lastig om precies aan te geven. Als je denkt van, nou, ik zou wel een stukje hulp kunnen gebruiken in het leggen van contacten. Daar begint het ergens. Ja. En waar en hoe en op welke manier. Dat is niet zo belangrijk. Wij, nogmaals, we hebben niet altijd direct de oplossing, maar ik ga wel op zoek naar. Ja. Het is altijd beter als niks doen, hè? Ja, nou ja. Ja. Het is vooral wat je zelf... Waar je behoefte aan hebt en wat je wilt. Dat is het. Nou, ik wens je succes. Ja, dankjewel. Ik hoef je nog vaak te zien aan onze tafel. Nou ja, ik heb begrepen dat we nog eens vaker terug moeten. Ja, leuk. Of mijn collega. Ja, leuk. We gaan een beetje afwisselen, hè? Ja. En dan zien we elkaar. Dat is mooi. Hartstikke bedankt. Dank voor jullie tijd. Succes met alles. Ja. En tot ziens. Dan de volgende gast is Edith Kwaspe. Zij is van ProWise in Budel. Hoi Edith. Hallo. Aan deze kant staan. Hoi hoi. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, leuk. Ja. Want jullie hebben ook wel iets heel bijzonders te vieren, hè? Ja, zeker. Ja. 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 ProWise bestaat dit jaar 10 jaar. Ja. En we vieren dat natuurlijk het hele jaar eigenlijk al. En dat vieren we ook met elkaar, medewerkers en voor onze klanten. Ja. Maar we willen het ook heel graag met de gemeente Kranendonk en sowieso met iedereen die ProWise een warm hart toedraagt, willen we dat zeker vieren. Ja, want kun jij eens uitleggen, wat is ProWise?
ProWise is 10 jaar geleden is opgericht door Erik Neeskens en Michael Arends. En uiteindelijk heeft ProWise staat bekend van de productie en ontwikkeling van digitale schoolborden. Mm-hmm. Ja, want daar ken ik het van. Precies. Ik ken het schoolbord op de lagere school van ProWise. Ja. Dus dat is inderdaad wat ik gezien heb. Ja. Wij spreken zelf van touchscreens, omdat het een digitaal schoolbord is wat je ook echt mag en moet aanraken. Ja. Juist om die interactie te kunnen krijgen en die betrokkenheid van de kinderen daarbij, van leerlingen. Ja. Ook in de zakenwereld worden de borden veel gebruikt. Mm-hmm. Maar ProWise is veel meer dan alleen een digitaal schoolbord fabrikant en leverancier. Wij ontwikkelen daar ook zelf liftsystemen bij. Want een schoolbord hangt niet voor iedereen op dezelfde hoogte. Nee, wij verschillen al van hoogte. Ja, zeker. Dus daar heb je een liftsysteem voor nodig. Dat wordt ook in Budel wordt dat ontwikkeld en gemaakt. Goed, hè? En daarnaast, en dat is ook heel belangrijk wat we doen, is de ontwikkeling van onderwijssoftware. Oh. Dus we hebben een heel pakket wat wij in 12 talen beschikbaar stellen. Zo. Inmiddels sinds dit jaar gratis. Okay. Het heeft ook wel een beetje te maken met ons jubileum, maar we willen het ook wel zeker gratis blijven aanbieden. Ja. Dan is het ook voor iedereen te doen en kan iedereen er gebruik van maken. Zeker, ja. Ja, want ik rijd dan in Budel over het industrieterrein. En dan zag je eerst 1 gebouw ProWise en toen zag je de 2. En nou is het een hele straat ProWise. Laat ze iemand, ze kunnen er beter de ProWise straat van maken. Ja, dat heb ik er bij de gemeente nog niet doorgekregen. Dus bij deze. Oké, dat zou wel leuk zijn. Want het is gewoon ProWise wat je ziet, hè? Ja, het is allemaal luchthavenweg. Ja. 1 tot en met 7 en de overzijde nummer 2. Enorm gegroeid, hè? Ja, enorm gegroeid. Ja, veel gebeurd in 10 jaar. Heel erg veel gebeurd. Ja, en dat is eigenlijk ook wat we nu eigenlijk de kans willen grijpen om iedereen dat ook te laten zien. Want wat gebeurt er inderdaad achter de deuren en in de gebouwen van ProWise? Normaal kan je niet zomaar binnenlopen. Dus nee, dat je nu eens de kans krijgt om alles gewoon te zien, want alles mag gezien worden, hè? Ja, we zetten echt letterlijk alle deuren open, alle panden staan open. We laten ook echt de stukje historie zien. Ja. Ook al is 10 jaar lijkt heel weinig, maar we hebben heel veel te vertellen. Ja, dat wou ik zeggen. Er is wel heel veel gebeurd. De ontwikkeling is enorm, hè? Ja. Het is in een heel groot tempo gebeurd. Ook qua groei met aantal medewerkers. Ja. Heel groot team in Budel. Ongeveer 150 collega's in Budel alleen al. Zo. En waarvan overigens 30% uit Kralendonk komt. Oh, dus leuk, dat is echt wel het ons kent ons gevoel. Ja. We zijn heel groot, maar uiteindelijk zijn we ook nog wel in de kern heel Budels. Iedereen kent elkaar gewoon ook binnen het bedrijf. Dat is echt heel fijn. Of iemand kent iemand die bij ProWise werkt. Ja, ja zeker. Leuk. En we hebben inmiddels bedienen wij 21 landen. Waar we zitten met onze producten. Ja, leuk zeg. Ja, zeker. Hey, maar jullie gaan een hele bijzondere open dag doen. Want er is van alles te zien. En je vertelde straks, jullie krijgen bijzondere bezoekers. Want je hebt dus eigenlijk geen bezoekers, medewerkers van Google. Ja, we hebben het is belangrijk om te vertellen. Wij ontwikkelen heel veel van onze producten samen met Google, Microsoft en Intel. En dat zijn de sprekende namen, denken wij wel. Zeker. Wij doen dat wel met de partijen die echt wel op onderwijs gericht zijn. Ja. Want zij kunnen met ons mee ontwikkelen in onze producten. Ja. En ze hebben inderdaad toegezegd om te komen. Dus wij hebben een klaslokaal ingericht. Helemaal op basis van Google Insights. Ja. Zijn mensen van Google aanwezig om uitleg te geven aan iedereen die vragen heeft. Je kunt zelf ervaren hoe onze producten ingezet kunnen worden. Ja. Dat doen we ook met Intel. En dat doen we ook met Microsoft. En Microsoft heeft geregeld dat er gewerkt en geprobeerd kan worden met Minecraft. Oh. Dus ik denk dat ook wel heel veel... De jongens komen daar zeker op af. Zeker. Ja, leuk. Ja, dus, mijn zoontje is 14, maar Minecraft is inderdaad het spel, hè? En dat heeft ook een hele onderwijskundige... dat zegt hij altijd. Mam, het is niet alleen maar game, hoor. Zo weet het jou te verkopen. Ja, precies. Ja, en ik trap erin, want ik weet er niks van. Ja. Maar ik zie wel inderdaad met het Engels en zo. Ja, ik denk nu wel van heel veel uren kan natuurlijk niet goed zijn, maar aan de andere kant, het voegt wel weer iets toe. Zeker, ze leren op een andere manier te kijken naar digitalisering in een gaming forum eigenlijk. Ja. Ja. Maar uiteindelijk draagt dat ook wel bij aan een stukje ontwikkeling op digitaal vlak. Want dat is uiteindelijk wel waar de maatschappij naartoe gaat. En op school is het wel gewoon nodig, dus je moet er wel gewoon handig mee zijn. Zeker. Ja, zeker. Hey, aanstaande zaterdag is jullie open dag, zaterdag 7 september. Het is van 10 tot 4. Ja, dat klopt. Maar het is niet alleen leuk voor kinderen. Het is ook echt leuk voor de ouders en volwassenen. Hè? Zeker. Ja, wij krijgen ook regelmatig vragen van
ouderen of ouders, maar ook opa's en oma's, ja, die ons de vraag stellen van wat is nou eigenlijk een digitaal schoolbord? Ja. Want ja, het kleinkind legt iets uit, maar opa en oma kunnen zich daar niks bij voorstellen. Nee. Die kennen het krijtbord nog. Ja. Dus ja, de open dag is echt voor iedereen. Ja. Iedereen mag ook proberen, mag met onze producten werken. We leggen heel veel techniek uit. We laten heel veel zien, maar het is vooral het ervaren van digitalisering in het onderwijs. Ja, ja. Leuk. Ik ben benieuwd. Ja. Ja. Jullie zijn op schema met de voorbereidingen? Ja. Ja? Ja, ja, we zijn echt bij de groot. Wel bij kijken, hè, bij zo'n open dag. Zeker, ja. Het events team, die zijn echt al bijna een half jaar bezig met organiseren en voorbereiden. Ja. We hebben ontzettend veel hulp van alle collega's in het bedrijf. We hebben een heel fantastisch installatieteam, wat echt zorgt dat overal alles helemaal up and running is. Ja. Dus vandaag werden er alweer heel veel dingen voorbereid. Morgen de echte finishing touch. En zaterdagmorgen staan we met heel veel mensen, iedereen op te wachten. Ja, want jullie gaan er allemaal zijn. Jullie zijn natuurlijk hartstikke benieuwd naar de reacties, hè? Zeker. Ja, ja, kan me voorstellen. Ja, we hebben echt heel veel zin in. Leuk. Ja. Nou, jullie hebben ook een website, www.prowise.com. Daarop kun je alles nog even terugvinden. Zeker, over de open dag. Ja, ja, dat klopt. En nog één keer het adres? Luchthavenweg 1. Ja. Daar start de rondleiding. Ja. Let even op met parkeren. Ik zou zeker adviseren om de mensen uit de Budel, als het kan, kom op de fiets. Is iets makkelijker bereikbaar. Ja. We hopen dat er heel veel mensen komen. En je kunt eventueel ook nog parkeren bij het vliegveld, hè? Er staan parkeerwachters, dus die zullen je zeker goed begeleiden naar de parkeerplaats. Nou. En als je op de fiets komt, is er ook gelegenheid voor. Dus, Oké, fijn. Ja. Nou, dan ga je mij zeker zien, want ik ben hartstikke benieuwd. Oh, dat vind ik heel leuk. Kijken. Dat vind ik heel leuk. Dan veel succes met de laatste voorbereidingen nog. Dank je wel. En een fijne dag zaterdag. Ja, dank je wel. En geniet nog van jullie feestjaar. Ja, gaan we zeker doen. Ja. Hartstikke fijn. Ja, dank je wel. Dank je wel. Nou, dan ga ik afsluiten met deze Horizon Live van donderdag 5 september. Allemaal een fijne avond en tot morgen.